Voordelen van koffie drinken tijdens het ontbijt. Ben jij een van de vele personen die een dag niet kan beginnen zonder een kopje koffie? We vertellen je graag dat het altijd gezond is, zolang je weet welke voedingsmiddelen er goed mee samengaan. Koffie wordt wereldwijd na water het meest gedronken. In dit artikel zullen we uitleggen wat koffie allemaal voor je kan doen. Wat kan koffie voor me doen tijdens het ontbijt? Er zijn een hoop personen die het huis verlaten met alleen een kopje koffie. Dit is een slechte gewoonte, die onze gezondheid negatief beïnvloedt. Het huis in de ochtend verlaten zonder de juiste voedingsstoffen kan een grote impact hebben op onze voeding. We moeten het ontbijt zien als een van de belangrijkste momenten van de dag voor ons lichaam. Door het ontbijt over te slaan zullen we enorm veel honger hebben tijdens de lunch. Dit kan leiden tot gewichtstoename op de lange termijn. Uiteraard kan je het beste tijdens elke maaltijd de juiste porties consumeren. Onderschat het belang van het ontbijt nooit. Laten we eens een kijkje nemen naar een aantal voordelen van het drinken van koffie tijdens het ontbijt. Het maakt ons wakker, waardoor onze aandacht en geheugen verbeterd worden. Er is niks beters dan een kleine opkikker in de ochtend. Die kleine oppepper is perfect tijdens de eerste paar uren van de ochtend om ons wakker te maken en een perfecte dosis cafeïne te leveren. Koffie heeft de mogelijkheid om hoofdpijnen bij veel personen te elimineren, maar in sommige gevallen kan koffie deze juist veroorzaken. Daarom is het belangrijk om de beste tijden om het te drinken te kennen, zodat je er maximaal van kan profiteren. Koffie is een geweldige stimulans voor het centrale zenuwstelsel, dus je moet oppassen hoeveel je drinkt. Drink nooit meer dan 2 kopjes per dag. Wanneer we kopjes zeggen, dan bedoelen we geen grote mokken. Het zit vol met antioxidanten. Koffie is rijk aan antioxidanten, wat onze cellen versterkt en ze beschermt tegen vrije radicalen. Het beschermt ons tegen oxidatieve stress, dus het drinken in de ochtend is een medicinale gewoonte die het waard is om te implementeren. Het interessante is dat groene koffie meer antioxidanten bevat en nog beter is voor het verbranden van vet. Onthoud dat het groene koffie is. Het beschermt de goede bacteriën in de darmen. Een kop koffie fungeert als een probioticum om voor je darmflora te zorgen. Dit beschermende effect reguleert onze bewegingen op een erg gezonde manier, waardoor het ons beschermt tegen vele ziektes. Koffie bevordert de vertering. Misschien wist je dit nog niet, maar koffie stimuleert onze maagzuren, waardoor de afbraak van voedingsmiddelen en opname van voedingsstoffen verbeterd wordt. Je kan het beste 2 keer per dag consumeren om het functioneren van de maag en onze gehele spijsverteringsstelsel in het algemeen te verbeteren. Het beschermt de lever. Veel onderzoeken zijn uitgevoerd om de effecten van koffie op de gezondheid van onze lever vast te stellen en de resultaten zijn altijd verhelderend. Het helpt om voor de cellen van onze lever te zorgen, waardoor ziektes zoals cirrose of leververvetting vermeden worden. Onthoud dat we de consumptie moeten beperken tot 2-3 kopjes per dag. Pas op wat je eet met je koffie. We moeten goed oppassen.
Het klassieke ontbijt wordt gezien als een van de gezondste maaltijden. Iedereen kent deze wel, een kop koffie, sinaasappelsap en een warme toast met boter. Experts beweren dat dit niet acceptabel is. Wanneer je koffie combineert met sinaasappelsap, dan krijg je een ontbijt dat te zuur is. En als het daarnaast ook nog eens sinaasappelsap is die je in de supermarkt hebt gekocht, dan zal je niet dezelfde hoeveelheden vitamine C en antioxidanten binnenkrijgen. De beste is een natuurlijke en vers geperste sap. Dus wat moeten we combineren met koffie? Je zou je dag moeten beginnen met een glas warm water met citroen. Eet een uur later je normale ontbijt. Voeg echter geen boter en toast toe, aangezien deze vetten en geraffineerde bloem bevatten, waardoor ons ontbijt minder gezond wordt. Het beste idee is om onze koffie te combineren met een ontbijt dat bestaat uit havermout met een klein beetje sojamelk, wat noten en een stuk fruit, zoals een peer of appel. Zorg ervoor dat het fruit vers is. Jam en gelei zijn niet goed, omdat ze te veel suiker bevatten. Als je een boterham wilt combineren met je koffie, dan is volkoren haverbrood met een plakje kalkoenborst en avocado het beste. Je zal het heerlijk vinden en het huis verlaten met alle voedingsstoffen die je nodig hebt tot aan de lunch. Onthoud dat het drinken van koffie tijdens het ontbijt gezond kan zijn, maar misbruik het niet gedurende de rest van de dag.